hier in mijn nieuwe appartement op het Ketelaverplein. Misschien komt het je bekend voor. Ik heb dus besloten maar niet in een container te gaan wonen. Maar gewoon in een appartement waar mijn auto lekker in de garage kan als ik op reis ben. En ja, mijn kleren en zo kan ik dan hier achterlaten. Nou, ik heb alles schoongemaakt. Het verhuisbedrijf komt volgende week. En daarna vertrek ik lekker naar Ibiza en Formentera. Misschien is het ook wel leuk om het appartement leeg te laten. Kun je lekker dansen hier. Mooie vloer heb ik laten liggen. En daar kun je mooie rondjes op draaien. Toch misschien nog even iets nuttigs. Het naamwoordelijk gezegde, dat krijgen jullie in de tweede klas. Ik doe even een zin met een naamwoordelijk en een werkwoordelijk gezegde en dan zal ik het thuis uitleggen. Naamwoordelijk gezegde, mevrouw Boons is een oude taart. Naamwoordelijk gezegde, is een oude taart. Mevrouw Boons is in haar appartement aan het dansen. Is aan het dansen, werkwoordelijk gezegde. En thuis zal ik het nog even op papier zetten. Op papier is het misschien toch iets makkelijker. Je zoekt de PV, is, kun je was van maken. Wie is mevrouw Boons, onderwerp. Mevrouw Boons is, daar is niks. Je wilt weten wat ze is of hoe ze is, nou, een oude taart. Dus een oude taart zegt iets over mevrouw Boons. En dat noem je dan het naamwoordelijk deel. Een naamwoordelijk deel is een zinsdeel dat geen werkwoord is en dat iets zegt over het onderwerp. En het wordt aan het onderwerp vastgemaakt door het koppelwerkwoord. Dus is verbindt mevrouw Boons met een oude taart. Ik heb hier al eerder een video over gemaakt, maar dat is al heel lang geleden. Die kun je nog wel terugzoeken. Er zit ook een aantekening bij. Dan had ik deze zin. Is dus weer de PV. Kun je was van maken. Wie is mevrouw Boons? Onderwerp. Is aan het dansen is nu het werkwoordelijk gezegde. Want dansen is een werkwoord en aan het hoort daarbij. En je kunt gewoon zeggen mevrouw Boons is aan het dansen. Daar hoeft verder niks meer bij. Dus die werkwoorden die zijn genoeg en die zijn dan samen het werkwoordelijk gezegde. Leid het voorwerp is er niet, meewerk het voorwerp ook niet. In haar appartement blijft dus over en dat is de BWB, de bijwoordelijke bepaling. Tot 12 oktober heb ik nog een huis en een appartement. Vandaag mooi weer, dus geniet ik nog even van de tuin. En ik heb hier de aap neergelegd. Die heb ik nog steeds, zoals je ziet. Hij is een beetje verrimpeld, misschien te lang in de zon gelegen. Nou, jullie snappen wel, ik heb hem leeg laten lopen voor de verhuizing. Kijk, hier ligt hij. Een zin voor het naamwoordelijk gezegde. De aap is slap geworden. Wat is in die zin het naamwoordelijk gezegde? Denk erover na, ik zet het dadelijk op papier. Hier heb je de zin op papier. Is is PV. Wie is de aap? Onderwerp. Is en geworden zijn de werkwoorden. Zou je eigenlijk zeggen, is geworden werkwoordelijk gezegde. Maar de aap is geworden, slaat nergens op, dan moet iets bij. Iets wat iets zegt over de aap. Nou, dat is slap. Hoe is hij geworden, wat is hij geworden? Slap. Dus slap is naamwoordelijk deel. En dan wordt het totale naamwoordelijk gezegde, is slap geworden. En dan noem je is geworden het werkwoordelijk deel en slap het naamwoordelijk deel. Omdat ik vind dat ik hard gewerkt heb en het ook nog weekend is, heb ik geen oude taart gekocht, maar een Parijse bol en een progresgebakje. Waarschijnlijk eet ik ze niet allebei tegelijk op. Heb ik hier nog een met de Parijse bol. Nou, was is weer de PV, de Parijse bol onderwerp. De Parijse bol was, dat is niks, daar moet iets bij. Lekker moet erbij, dat zegt iets over de Parijse bol.
Dus lekker is het naamwoordelijk deel. En dan is het hele naamwoordelijk gezegde was lekker. En in de zin, ik heb de Parijse bol opgegeten. Daar zit geen naamwoordelijk gezegde. Heb is de PV. Ik onderwerp. Heb opgegeten zijn de werkwoorden. Er is niks wat iets over het onderwerp zegt, hoe het onderwerp is. Er zit ook geen koppelwerkwoord in de zin. Dus we kunnen geen naamwoordelijk gezegde hebben. Wat heb ik opgegeten? De Parijse bol. Dat is dus het leidend voorwerp. Eén streep. Ik noemde net het koppelwerkwoord. Als er in de zin geen van de 9 koppelwerkwoorden zit, kun je ook geen naamwoordelijk gezegde hebben. Ik zou zeggen, kijk ook nog even het filmpje dat ik eerder ooit heb gemaakt.